beeldmaker in feite. Ik ben een illustrator, maar ik maak natuurlijk beeld. Ik begrijp gewoon hoe wat stoffen doen en hoe dat valt. En ik begrijp patronen. En ik vind het zelf interessant hoe moeilijker de patronen of hoe mooier het silhouet, hoe interessanter voor mij om te tekenen. Ik begin met schetsen. Uiteindelijk komt daar iets uit waarvan je zelf vindt dat het cool is om uit te gaan werken. Ja, dat kan zijn een lichtval of een silhouet. Ja, dat voel je dan een beetje zo aan. Ik ben bij Edwin bij zijn fotoshoot geweest. En heb ik de hele dag geschetst. En dat moest heel snel natuurlijk, want het was een fotoshoot, dus die meisjes staan niet stil natuurlijk, het is geen modelteken. De kleding die Edwin gaat presenteren bij Fashion Week is eigenlijk allemaal wit. Ja, hoe ga je dat dan vertalen in een tekening? En dat vind ik dan best spannend. Dus nu, wat ik nu doe is ik probeer het nu op een gekleurd stuk papier. Ik denk dat het wel heel erg over dat transparante gaat en die verfijning in die couture, dat vind ik heel interessant. Dat vind ik interessant om te tekenen. Dat is ook een uitdaging voor mij. Hoe ga je dat dan doen? Want je gaat natuurlijk niet al die kraaltjes tekenen. Maar dan doe je de suggestie van. En hoe doe je dat dan? De moeilijkheid is om het goede gevoel weer te geven. Wat er bedoeld wordt. Want beeld is gewoon heel moeilijk om te verwoorden eigenlijk. Hè? Dus je moet het eigenlijk een beetje aanvoelen allemaal. Soms dan werk je nachten door en ben je moe en dan ben je een beetje aan het klagen. Maar als het er dan staat, of het is geprint of het er een beetje wat staat, dan is het gewoon een kick. En ik vind het dan nog vooral heel leuk als het ook nog een beetje communiceert. Dat niet alleen dat ik dat mooi vind, maar dat ook andere mensen dat mooi vinden.